Sinds ik door die tiende dimensie heen ben... Is alles omgedraaid. Is alles buiten. Is echt alles te spiegelen. Alles. En Jezus liep over water. Dus ongelovigen die zien overal heksen. En met God bij me. Ultra instinct. <laughs> Niet aan te raken. Ja. <laughs> <laughs> allemaal goedkope beetjes. Ready eet sweer. Ziet als die eerste en je loopt erop wanneer je met je vijf zintuigen bent. We noemen het de lucht. De ruimte tussen de aarde. En de maan in. Jullie laten jullie door die satelliet overnemen en dan ook nogal die 5G-straling infrarood. Jullie lopen allemaal als zombies rond. En anders lopen jullie zilo's. Jullie hard leeg. Jullie zijn hol van binnen. En dan denk je dat je iets van magie kan uitoefenen of zo, dat God bij je is. Zeven hemelen. En die eerste. Dat is waar jullie verdwaald rondlopen wanneer jullie aan het slapen zijn. Nachtmerries. Dat is die hel waar je bent. Dat is waar ik baas ben. Dat is waar al jullie programmering hier al naartoe overgeheveld wordt zodat ik hier kan rondlopen. Palms 23. <laughs> het verleden bepaalt je toekomst. Je kan leren van je verleden. Dat helpt je in de toekomst. Weet je precies wie je wel en niet kan vertrouwen. Want ze laten allemaal hetzelfde gedrag zien. Ja, ga eerst die zwarte pieten maar herkennen. We snappen dat het smink is. Dat er iets onder hangt. Voor in het dorp. En je weet wat eronder zit en je ziet ze met het allemaal hetzelfde gedrag. Maar ja, Astro, Astro travel. Voor jullie één laag, voor mij zeven. En dan leren van de fouten die je maakt. Zeker de liefde die je geeft aan varkens. Waar je niks aan hebt. En voor je het weet stinken ze allemaal. Ze ruiken allemaal hetzelfde. Alles draait bij jullie om seks. Maar bij jou gaat die piemel niet eens omhoog. Bij die anderen is het Kutje, dat is zo droog. Wat hè? Er is niks om opgewonden voor op te raken. Jullie zijn bezig. Jullie zijn simpel. Jullie zijn achterhaald. Jullie zijn van gisteren. Jullie zijn over datum. Mogen met pensioen. Jullie mogen inleveren wegwezen. Wat dingen je graf in nemen, het is tijd dat je gaat. Ik denk dat ik een heks ben of een warlock of zo, dat is belachelijk. Ik ben supernatural. En je zal het weten ook. Ja, met God, ik hoef niet eens slecht te doen, maar ik pak aan wat stoer doet. Ik pak aan wat het verdient. Soms moet je een scheidsrechter hebben. Soms heb je een verkeersagent nodig. Soms heb je politieagenten die hun werk doen omdat ze een eten hebben afgelegd. Of justitie wat dingen op de Bijbel hebben gezworen. Het daar ja, dat. En als het nodig is, als die Madi door het leven. Net zolang dat Isa hier is. Net zolang dat die er is, want het is nodig. Zeker met al die mensen die denken dat ze God zijn. je denken dat je God bent, heb je geen God in je leven. Het is iemand die moet de weg wijzen. Iemand die moet het bedrog aan het licht brengen. En soms moet dat undercover. Soms ben je undercover zonder dat je het zelf weet. Omdat het nodig is om zelf dingen niet te verraden, maar wel alles aan het licht te brengen. Al dat smerige duister wat rondloopt als zo'n masker, zodat de hele wereld kan zien hoe fucking fake het is. Je bent één God. Je kan God bij je binnenlaten. Wanneer binnen je hem bij je hart brengt, gaan de next levels. En dan ga je supernatural. Je hoeft niet eens over water heen te lopen, want mijn mind is above matter. En net als dat je met sommige mensen geen seks moet hebben. Hè, incubus, succubus, digestible spirits. Sommige mensen horen geen kinderen te hebben hier op aarde. En de Mazeia die zich verstopt alsof hij de Dayal is. Is nog steeds beter dan de Dayal die doet alsof hij de Mazeia is. Ik kon zielen teruggeven, demonen vangen. Nee, jullie laten je misleiden door de duivel. Zijn jullie ziel zijn kwijt, jullie spirit is zwaar vergiftigd. En zelfs dat is te draaien, alles te keren. Maar nee, jullie willen niet gezuiverd worden, jullie willen niet geheeld zijn. Jullie zijn ongelovig, geloven weer van alles. Ze gaan door alle brainfuck heen, van perceptie naar perceptie. Ze hebben niks door van de matrix hier al. Maar hey, al die stroom... Al die Internet of Things. Jullie gaan die chip in jullie hoofd willen. En dan kan je je vlees vasthouden. En iedereen met God heeft een hogere spirituele ranking als al die demonische zooitjes van jullie. En satanische rituelen, jullie hele fucking cult. Die hele fucking groep van jullie. Die gaan dood en dood ziek raken. Jullie verdienen die hel. Ja, rondhangen met mensen met dubbelgezichten. Twee gezichten. Ja, ik laat er één zien en daar hebben jullie praatjes over. Maar je weet niet eens waar je eigen dochter, je eigen zoon, je eigen neefje, nichtje, tante of je eigen ouders mee bezig zijn. Sommigen zijn opgevoed door hun ouders. En ja, niemand prikt daar doorheen. Ik zie alles. Nee, jullie gaan van links naar rechts. Denken dat jullie hard aan en uit kunnen zetten. Als fucking knipperlichtjes gaan jullie door het leven. Die lampjes die bij jullie branden is verdoofd aan het raken. Is die black light of die rode verlichting. Want jullie gaan als hoertjes door het leven heen. Fucking slaven. Konden investeren in iets wat goed was. Die betere wereld wat wou jullie kon helpen. En hè, jullie wouden graag die verdoemenis, want dat is waar je mee resoneert. En dat is jullie resonantie, dat is hoe laag jullie vibraties zitten. Dat is dus ook hoe laag de frequenties zijn die bij jullie binnenkomen. En jullie kunnen niet fantaseren, jullie creativiteit gaat nergens over, je moet alles en iedereen kopiëren. Zijn alles aan het slopen en vinden slopers geweldig. Hangen met daders. Eh. Smerige vieze criminelen met een pedo en incisooi. Jullie zijn het laagste van het laagste. Jullie gaan dood als fucking honden. Ja, nee, maar dat is met incarnaties. Dat is een oud zielhebber. Dat is niet van hier zijn. Wel, hier zijn. Daarmee anderen kunnen helpen, maar jullie hadden niet geholpen worden, toch? En iedereen die echt zijn ogen open had, een beetje kon analyseren. Het ziet er allang al verdacht uit. Hoeveel mensen die weten dat ik gekopieerd word, dat iemand fucking fake is, maar allemaal hun mond houden. Zogenaamd ze zien niks, spreken niet, hun neus is aan het bloeden, want hun fucking tenen die doen pijn. En mensen met pijn die andere mensen pijn doen. Groei, evolutie, alles aan het blokkeren. Zodat ze zelf niet verder kunnen komen. En wanneer je nu al haat, dit is slechts het puntje van die ijsberg. En we draaien alles om. Straks breng ik, die hele onderkant wat onder water ligt, dat breng ik boven. Dan pas ga je haten. Fucking afhankelijk van alles en iedereen. Niemand van jullie kan zo low zijn. En zo loop pak ik jullie hele leger. Zet alles aan het licht. Tot die smerige agenten aan toe. Jullie zetten jezelf zo voor schut. Iedereen gaat weten wie jullie straks zijn. Mensen weten al wie jullie zijn. Jullie lopen over straat en er wordt over jullie gepraat. Iedereen gaat weten dat de Rottos slecht leugens waren wanneer jullie spraken over mij. Vele van jullie hadden niet eens een reden om boos te zijn. Jullie luisteren naar wat evil, wat slecht is... ...en gaan erin mee omdat je resonantie daar hangt. Dat is waar je je lekker voelt, waar je je veilig voelt, toch? Mij aan de zijlijn zetten ze zelfs als Messi... Ronaldinho en dat soort figuren 100% fit op de bank zetten. <laughs> en het dan met minder doen en dan boos zijn dat jullie de wedstrijd niet gewonnen hebben. Wat ik zie, zien meerdere mensen. En vanaf buitenaf wordt er door meer meegekeken als dat jullie je kunnen indenken. Dus jullie verbeeldingskracht die gaat nergens over. Jullie waren hier veilig omdat jullie een beetje machtsmisbruik hadden. Wacht maar tot dingen hier rechter jullie gezicht ontploffen. Al die droomwolkjes van jullie, aan duigelen. Jullie zoomen in, komen daar, het is niks. Zelfs dat gras wat groener was. Fucking plastic. En het allerbelachelijkst, jullie kunnen niet eens jullie zelf zijn. Telen van jullie neus Smerige make-up Tot aan de smink aan toe En maar blijven lachen of blijven in je slachtofferrolletje duiken Terwijl je een fucking dader bent Al dat kinderachtige gedoe Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg Het is zo belachelijk, jullie hebben geen idee wie jullie nu al aan het uitdagen zijn Zometeen komen die rolt eieren ook nog op jullie. Drugs nodig om een beetje in de buurt te kopen. Maar hè, met de... wanneer ze met andere mensen ziet spreken, zitten ze er als kleine trutjes. Als fanboys zitten ze erbij. De gesprekken die ze aan willen gaan, zie je er is geen resonantie. Als ik daar zat, werd er geresoneerd kwam ook niet die antwoorden terug waarbij je je shampi voelt zitten, je blote kont. Weet dat je de bocht gemist had. En je wou sneller gaan en stappen voorlopen, laat tien stappen achter. Want je bent alleen hier al bezig. Astraal doe je helemaal niks. De zevende hemel kan je niet eens binnenkomen. Fucking scammersgroepje met onzekere mensen. Dat is wat jullie zeiden. Fucking fools. Om dan dat Engels woordje per woordje. <laughs> Bang voor mensen die echt zijn. Bang voor connecties die er zijn. Die zielsconnecties. Hey, jullie werden er helemaal bleek van. Kan je hangen in die zon wat je wil? Kan je onder die zonnebank duiken? jullie haten het wanneer iemand urban is. Eén met alles en niet Haten dat ik jullie wel begrijp, maar jullie mij niet snappen. Maar dat is jullie tekortkoming en de, je wou daar niet overheen komen, toch? Net als dat je niet wou hele, je graag karma wou oplopen. Sommigen is Judgment Day niet te ontkomen, niet te ontlopen. Ja, je kan niet biechten, niet teruggeven. Dus je gaat niet vergeven worden ook. En vergeten is een ver van je bedshow, want alles staat op internet ja, de eten.